Ja, wel voorzitter, dit is mijn eerste Eurotop-debat nu onze EU-woordvoerder Gijs Tuinman hopelijk snel beëdigd wordt als staatssecretaris van Defensie. Allereerst wil ik de felicitaties aan premier Rutte meegeven voor zijn beoogde benoeming als secretaris-generaal van de NAVO. Een belangrijke baan in een tijd van groeiende onzekerheid in de wereld. Vanuit BBB wensen wij hem veel succes en wijsheid toe. En we hopen wel dat een nieuwe tas onderdeel uitmaakt van de voorzieningen die hem daar ter beschikking worden gesteld. Komt u met een motie of... Uh? Ik uh, reken op gezond verstand. Uh, daarom heeft uh, Caroline ook haar boek Gezond verstand uh, voorafgaand naar dit debat aan de heer Rutte meegedeeld. Zodat hij terug kan kijken uh, als historicus. Op wat wij allemaal met hem beleefd hebben. Daar zat ook een, uh, een middag op de hoizel ertussen, maar daar doen wij verder geen mededeling over. Aan de orde van het debat vandaag is de Europese top van 27 en 28 juni, de laatste keer dat uh, onze premier naar Brussel gaat in zijn functie als premier. En naast dat BBB hoopt dat hij daar veel felicitaties uh, gaat krijgen, hopen wij ook dat hij voor de laatste keer een harte kreet kan doen namens Nederland over de Natuurherstelwet. Een wet die Nederland omgezien tientallen miljarden euro's kan gaan kosten. Daarover hopen wij dat de premier in Brussel twee dingen kan zeggen. Het ene punt is dat de Natuurherstelwet-aanname in de Raad chaotisch is verlopen en dat dat schuurt aan de democratische randen van het besluitvormingsproces binnen de EU. De regering van de Oostenrijk zou tegenstemmen, maar de Oostenrijkse groene klimaatminister nam als enkeling het vliegtuig en stemde voor. Een soort politieke duikvlugactie kun je wel zeggen. Een briefje van de Oostenrijkse federale kanselier met een tegenstem was al aan de raadsvoorzitter gestuurd. Het tweede punt is dat de aanname van de natuurherstelwet niet rijmt met de electorale verschuiving eh, naar rechts eh, sinds de afgelopen Europese verkiezingen. Burgers in de EU stemden voor centrumrechts en rechtsbeleid. Maar krijgen nog altijd linksbeleid op deze manier. En we hebben binnen de EU een koerscorrectie nodig. En daarom moet de geldigheid van deze stemming, wat ons betreft, in de Europese Raad worden besproken. Ik wou graag even mijn punt hierover afmaken als dat mag. Kan de premier op deze twee punten ingaan? En is de verordening volgens hem correct tot stand gekomen? En is hij bereid om in Brussel op de Europese Raad. ...een voorstel te doen om het besluit nietig te verklaren. De heer Panthenot. Voorzitter, als ik het goed heb begrepen uh, is er door de nieuwe coalitie een basislijn rechtsstaat afgesproken... ...en is onderdeel daarvan uh, respect voor internationale verdragen. Oftewel dat wij ons houden aan internationale verdragen die directe werking hebben in de Nederlandse rechtsorde. De heer Omtzigt heeft net gezegd dat hij vindt dat een nieuwe eurocommissaris het hoofdlijnenakkoord moet gaan onderschrijven. En volgens mij is dat uh, op hoofdlijnen, op de Europese hoofdlijnen. Volgens mij is dat echt in strijd met de internationale verdragen. Ik kijk even naar artikel 17 van het verdrag betreffende de Europese Unie. De leden van de commissie, de commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en zijn vragen nog aanvaarden instructies van enige regering, instelling, orgaan of instantie. Dus mijn uh, vraag aan de heer Vermeer is. ...ja, hoe hij oordeelt over de eis van de heer Omtzigt die in strijd is met het verdrag betreffende de Europese Unie. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ik heb dat net ook gehoord. Ik ga niet uh, de, de inbreng van de heer Omtzigt daarover recenseren. Uh, wat mij betreft is het wel duidelijk en mag je ook verwachten... ...dat een Nederlandse eurocommissarissen ook opkomen van de, voor de belangen van Nederland. Uh, en dat zij dat natuurlijk doen binnen de functie zoals zij daarvoor uh, aangesteld zijn. Voorzitter, uh, internationale verdragen, hè, die basislijn. Ik neem aan dat het niet gewoon een papiertje was wat je vervolgens meteen weer door de scherder haalt, uh, maar dat we het serieus nemen. Het staat gewoon in het verdrag waar wij als Nederland aan gebonden zijn. De leden van de commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen. Dus niet op basis van dat ze zich gaan inzetten voor één lidstaat en niet voor de andere. En er staat letterlijk. Zij vragen nog aanvaarden instructies van enige regering. Dus hoe kan je dan, als je zegt dat je respecteert voor internationale verdragen, zeggen dat je de instructie moet aanvaarden, dat je de hoofdlijnen, de Europese hoofdlijnen van een akkoord moet gaan onderschrijven? Dat kan niet. En voorzitter, mijn vraag is dus, neemt de heer Vermeer ja, de basislijn rechtsstaat die hij heeft afgesproken, in ieder geval zijn fractie, neemt u die serieus? Voorzitter, die neem ik al uh, zeker serieus. Ja, we zullen die serieus nemen. We hebben dat ook altijd uh, gedaan. Verdragen zijn verdragen, rechten zijn rechten, en uh, wij kunnen, wat ik ook net in mijn betoog weergaf, als er dan een besluit genomen is, dan, uh, ja, dan is dat zo. Maar dan moet je op dat moment kijken: wat kunnen we daar wel of niet tegen doen? Prima. U continueert, meneer Seder. Ja, voorzitter, uh, mijn Collega, die had het net over het besluit wat genomen is over de natuurherstelwet en gezien uh, het standpunt van BBB begrijp ik dat ze dat betreuren um, en er worden vragen gesteld aan de premier. Maar ik ben nog wel even benieuwd wat de BBB-fractie nog, nog zelf denkt over welke mogelijkheden er zijn, want het hangt wel nauw samen met de vraag of BBB ook besluiten. Um, die de fractie niet be bevalt en Europees verband kan respecteren. Dus ik ben nog even benieuwd, los van de vraag die u gesteld heeft, welke opties ziet de BBB nog wel voor zich ten aanzien van het uh, al reeds aangenomen besluit? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij uh, willen eigenlijk eerst, en dat, daar waren mijn vragen ook op gericht, wij willen eerst onderzocht hebben of dit besluit wel op de juiste uh, manier tot stand gekomen is en of dat niet nietig verklaard uh, kan worden. Uh, als dat uh, niet het geval blijkt te zijn, dan is dat wat ons betreft een nieuwe situatie en zullen we ons daar op dat moment op beraden. Daar ga ik nu nog geen uitspraak over doen. Over de als-wat vraag, wij willen eerst stappen in daarin gezet hebben. Ja, voorzitter, de eerste stapte ik. We willen eerst kijken wat de opties zijn of het niet te rakarten wordt worden. Nou, dat terecht van BWB. Maar het tweede snap ik niet, want als het blijkt dat het niet zo is, zegt de BWB, dan gaan we ons beraden. Het antwoord had gewoon moeten zijn, dan respecteren we. De afspraken en ook de, internation en ook de, nou, de, de internationale afspraken met elkaar. Dus ik wil toch ik ga het specifiek maken. Als u zegt gaat zich be raden, uh, is, is het zo dat als blijkt dat dat een geldig besluit is geweest, of de BBB nou een fijn besluit vindt of niet, dat zij zich zullen committeren aan dat besluit, omdat het gewoon deel is van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt? Uiteraard, voorzitter. Dank u. Dan buitenland en veiligheid. BBB is tevreden met de inzet van de Europese Investeringsbank eh, voor de defensieindustrie binnen de EU. Maar net als het kabinet beschouwen wij eurobonds als financiering hiervoor als iets onwenselijk. Gemeenschappelijk schuldenbeleid heeft Nederland vooral geld gekost en levert wat ons betreft te weinig op. Onze vraag aan de premier is dan ook: bent u bereid op deze Europese Raad nog een streep in het zand hierover te trekken eh, en. Nogmaals weer te geven dat Nederland uh, niet gemeenschappelijke schulden wenst. Ten slotte wil ik hier nog benoemen dat BBB trots is dat we samen met NSC en het CDA nu lid zijn van de fractie van de Europese Volkspartij. We zien uit naar een mooie samenwerking en hopen vanuit de EVP onze koerscorrectie voor de EU in gang te zetten. Dank u wel. Dank u wel.